Take 1. Welkom bij de hoogtepunten. Ja, zo, we hadden een noodgeval deze week in de studio. Dat was best heftig. Verder was jij jarig. Ik had een, ja, leuk cadeau. Ja, je komt er eindelijk achter wat ik toch van Mattie heb gekregen. En veel plezier trouwens met de Q-top 500 van de zomer. Ja, die start aankomende maandag. Have fun! Mattie en Marieke. Hoe staat het met de vormgeving van de voucher die jij gaat geven aan Marieke? Want, ja, ik heb daar natuurlijk weinig over te zeggen, want het is maar een cadeau. Ik dacht, ik geef jou een voucher voor een rondrit op mijn boot. Die klus ik dan zelf, die voucher? Ik mocht toch sowieso al op jouw boot? Ja, dat weet ik. Maar dan stop ik er ook liefde en werk in. Je krijgt echt een mooie foutje. Maar wil jij anders een beetje zorg voor dragen dat Mattie niet één dag van tevoren naar onze vormgever van Q-Music Ben wandelt? Ben en is ook druk. Jongens, Ben is druk. Jongens. Maar ja, ik weet nu al dat Mattie naar Ben loopt. Je mag je niet met je cadeau bemoeien. Ik heb de dresscode van vandaag even gemist. Wat is er aan de hand op de redactie, jongens? Gaan jullie vandaag zwemmen? Tom van de Intercom. Ja? Kun je even beschrijven wat zowel jij aan hebt als Joe Stagiaire van de show? Ja, een wit shirt en daaronder een rode korte broek. Maar het is dus geen afgesproken werk. Nee, het is toeval. Dus jullie zien wel wat de trend is, hè, deze zomer. Het is gewoon een rood broekje, wit shirtje erop en precies. Gaan. Is het te kort? Ja, jongens, heel eerlijk, ik vind geen gezicht. Nou, hoezo niet? Nee, ja, ik vind gewoon jullie samen daar aan zo'nzelfde tafel in exact dezelfde outfit. Ja. Het ziet er gewoon een beetje weird uit. Maar gaan jullie vandaag ook met zo'n boei onder je armen over de redactie rennen? Ja, jongens, zoek het uit met je programma. Ik heb een take. Heb je een take? Ik heb een take in mijn knie holte. Ik voel net. Nee. Bewaar dat even voor zender Joe, want het is het nieuws toch ook. Een take? Ja, 5 over 8. Is Joe een take? Ja, nu? 5 over 8. Dan moet hij er nu uit. Tekenpen. Ik heb het niet even laten zitten. Als je waar zit hij? Wacht even tot 5 over 8. Ik heb een teken in mijn knieholte, jongens. Hey, nou, nu heb jij gevraagd of ik hem eruit wil halen. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga maar liggen. Ja, zo, dit ik kan er zelf niet bij. Kijk, anders had ik het echt zelf gedaan, hè. Maar ik kan niet meekijken. Ik zie inderdaad pootjes. Oké, ik moet dicht bij de huid en dan pak ik hem. Ja. En dan moet ik hem eruit trekken. Ja, met opwaartse beweging, opwaartse beweging. Ja? Ik heb hem. Heb je hem? Yes. Ik heb hem. Wow, wat ging dat vlug, hé. Er is een heel klein beetje... Ik gooi de teken nu op de grond. Even. Oh. Straks is Menno Barreveld te klos. Je moet in een plastic zak. Dan kruipt hij bij jou naar binnen. Een spreekwoord gebruiken. Gek op. Ja? Gek op. Door de gek op. Echt puur geluk. Door de bank genomen gebruik ik denk ik 2-3 keer per dag wel een spreekwoord. Zo, is het een spreekwoord of een uitdrukking? Ik durf niet te zeggen wat het... Wat is je favoriet dan? Vind ik een hele leuke vraag. Ja, wanneer daar vraag ik hem ook. Nee, ik durf het zo 1-2-3 keer te zeggen. Ja, ik kan toch wel noemen. Je bent toch zo fan van je spreekwoorden? Nou. Ik vermoed dat de mussen vandaag weer van het dak vallen. Juist. Een verjaardagsoutfit hebben. Ik deed dat vroeger altijd wel. Vroeger toen de kratte pils nog van hout waren en we door moesten drinken om de kachel aan te houden. Ik heb vanmorgen een taart gemaakt voor Marieke. Die gaat ze nu mee op de foto. Zo lief van je. Ja, lief hè? Heel lief. En nog een voucher krijg ik. Je geeft me zo'n hard time met dit cadeau. Dus kijk, een waardebon is doorgaans een beetje als je het echt niet meer weet. Maar ik heb dit zelf eigenhandig gemaakt. Nou, kom maar op. Ik geef hierbij een voucher, tegoedbon, cadeaubon. Matties vaarvoucher. Alsjeblieft, lieve Marieke, gefeliciteerd met je verjaardag. Hierbij de voucher. Applaus. Leuk, helemaal applaus. Gemaakt in word art. Wat cool. Mooi, nou, het ziet eruit als een placemat van een pannenkoekenrestaurant. Ja, daar heeft het inderdaad wat weg van, ja. Moet je dat meenemen als ze de boot opgaat? Ja, absoluut. Weer je moet het weer overhandigen natuurlijk. Okay, zo werkt het met vouchers natuurlijk. Heel mooi. Ik zie dat er ook een boot op is afgebeeld met de Nederlandse vlag zoals de boeren hem tegenwoordig ophangen. Het is namelijk de blauw-wit-rode vlag. Ik weet niet, is dat bewust? Ja, ze knippen naar de actualiteit. Kijk nou naar. Wie heeft dit gemaakt? Ben. Met je partner meelopen naar de pashokjes. Ja. Je kan ook vaak ruzie krijgen bij het pashokje. Want als je dan zegt waarom het niet mooi is, moet je ook met goede argumentatie komen waarom je niet mooi vindt. Wat ja, absoluut. Ja? Je moet wel met scherp schieten. Ja. Zo, ja, klopt. Linke soep hoor. Want als je zegt vindt het niet mooi, ja, waarom vind je het dan niet mooi? Ja, dat is echt glad ijs. Want voor je het weet heb je iemand beledigd of is mijn kont te dik of weet ik veel wat. Maar welkom in het leven van een man. Wat heftig. Dus de tip is, zeg altijd dat je het mooi vindt. Met een goed argument hoeft het helemaal niet waar te zijn. Nee, maar als jij het niet mooi vindt, dan zit je daarna. Maak mij dat nou uit. Ik wil die winkel uit. Ja. Maak mij dat nou uit wat ze koopt. Ik zie wel 100.000 dingen. Dus ik zei laatst zelfs... Staat mooi bij je ogen.
Scoren, scoren. Wow. Zoete koek, wow, okay. Scoren. Zondag moet Oranje weer aan de bak tegen Zwitserland. Jij moet natuurlijk een beetje neutraal blijven, Annemarie. Maar Danielle van der Donk... Vind ik een goede speelster. Vind jij toch een goede speelster? Ik een hele goede speelster. Ja, ja, die vind je wel meer dan goed. Nee. Zeg maar gewoon. Ja, ja, ja. Ik vind het wel hartstikke lekker. Nee, onze nieuwslezeres. We kunnen onze nieuwslezeres niet tijdens het nieuwsbulletin in deze hoek duwen. Nou, laat ik het anders zeggen. Als jouw vriendin naast je zit en jij zegt... Hier is Van der Donk. Hier is Van der Donk. Ja, dan heeft zij echt een probleem. Toch? Dit zie je nooit bij Rob Trip. Nee, dit zie je nooit bij Rob Trip. Nee, we gaan even door. Je hebt zwart op je neus, Annie. Het is een beetje alsof je door de schoorsteen bent gekomen. Nou, dat komt door dit, denk ik. Want ik deed net zo. Oh. Alsof ik door de schoorsteen. Jezus. Wat met je knie? Oh, het lijkt wel Jurassic Park. Wow, dat lijkt echt op een dino. Ja. Hier worden de sound effects gemaakt voor Jurassic Park. Pindakaas met hagelslag. Nee. Ik vind eigenlijk, pindakaas mag je alleen eten zonder collega's. Zeg maar voor jezelf. Want, zo? Ja, omdat als er nu iemand beneden, wij zitten op de vierde etage, pindakaas gaan eten, dan ruik je het hier. Ik vind pindakaas, dat gaat door alles heen. Dat is zo'n penetrante geur. Nou, ik denk dat wel meevalt, want ik eet hier elke ochtend ja. 7:30 en 7:50 pindakaas. Ja, echt waar? Nooit miepen. Nooit. Oké, okay, nou, dan valt het wel mee. Het was zo warm deze week ook weer. Niet normaal. Abonneer op het YouTube-kanaal en win deze ventilator. Ja. Eén van de laatste. En hij doet het. Hans Klok is uitgesloten van deelname. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en Marieke.